Deze procedures zijn gaande omdat, zoals eerder is aangegeven, wij hebben dus de procureur-generaal benaderd met een vraag, met een verzoek. En dat verzoek hield dus in om even pas op de plaats te maken en de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om een rechtsvraag beantwoord te krijgen. En aan dat verzoek waarop? Een verzoek dus dat er schorsing moet plaatsvinden omdat de belanghebbenden de mening zijn toegedaan dat er geen sprake is geweest van een eerlijk proces. En dan hebben we het niet over de integriteit van de rechter, daarover hebben we het niet. Maar over een eerlijk proces, dan gaat het over de toepasbaarheid van wet en recht. En dat kan maken dus dat het proces dus als oneerlijk wordt bestempeld. Die rechtsvraag proberen wij beantwoord te krijgen, maar vooruitlopend daarop hebben we dus de procureur-generaal gevraagd om de executie van het vonnis aan te houden. En op dat verzoek heeft dus de procureur-generaal in twee instanties negatief geantwoord. Met als gevolg dus dat we nu het Hof hebben benaderd, omdat dat de beroepsprocedure is die voor ons open stond. Het verzoek is in eerste aanleg gedaan aan de president van het Hof. Is ongeveer hetzelfde wat aan de PG gevraagd is, maar de president van het Hof heeft ook een eigen bevoegdheid bij executie van vonnissen. En de beroepsprocedure is dus naar aanleiding van die afwijzende beslissingen van de PG moesten we bij het Hof zijn als beroepsinstantie om dus een ander besluit eventueel te nemen. Daarop komt het kort gezegd neer. Het Hof gaat zich nu beraden over de stukken als ook de toelichtingen die gegeven zijn vandaag. En de beraadslaging moet dus uitmonden in een vonnis en dat vonnis wordt dan 20 maart bekendgemaakt. En hoe kijkt u daarop? We zijn hoopvol gestemd. Wij zijn de mening toegedaan dat wij hele goede argumenten naar voren hebben gebracht die sterk zijn onderbouwd. Dus op basis daarvan hebben wij natuurlijk goede hoop voor onze cliënten. Heeft u ook al interamerikaanse stappen ondernomen? Daarover gaan we nog geen uitlatingen doen. Wij zijn dus nu nog bezig binnen de landsgrenzen en we kijken wat de landsgrenzen ons bieden. En de drie veroordeelden, dus zijn ze ook aan het woord geweest? Het Hof heeft het in de gelegenheid gesteld, ja, om iets op te merken dan een vraag te stellen. Daarvan hebben ze dus geen gebruik gemaakt. Ze hebben dus aangegeven dat ze volledig staan achter hun advocaten. Heeft het Hof misschien ook iets gevraagd over de twee andere personen veroordeeld in deze zaak? Nee, omdat het is een raadkamerprocedure waarbij dus het woord wordt gevoerd namens alle vijf. En de althans het Hof heeft alleen maar de aanwezigheid vastgesteld en de afwezigheid van twee, maar niet gevraagd. En zoals we eerder aangaven bij op de vorige zitting, de aanwezigheid van de verzoekersbelanghebbenden is niet vereist. Dus net als wat de collega Dubois zegt. Het is alleen maar vastgesteld wie aanwezig was en verder niets. De communicatie is nog steeds gaande met de twee veroordeelden die niet aanwezig waren. Dus ja. Gesprekken, dat jullie dus in gesprek zijn met elkaar? Het zijn onze cliënten. Dus als er behoefte is aan communicatie, wordt dat gevoerd. Ja. Hoe die communicatie uitziet, dat ga ik u niet vertellen. Is dat niet een postduif? Het zou ook met rooksignalen kunnen. Kan u voor zorgen al wel ze dus of hij al dus op de opsporingslijst staat? Net wat niemand is verplicht om mee te werken aan een rechtsproces. Ondanks het rechtsproces door hun is ingesteld, zijn ze dus niet verplicht eraan mee te werken. Ze hebben zich toen bijstaan door raadsheren en die raadsheren verzetten het werk, zijn aanwezig op de aangegeven momenten. En de raadsheren voeren het woord namens hun cliënten. Misschien ter verduidelijking, wij zijn dus niet bezig met die strafzaak die gevoerd is, hè, en waarover een vonnis is. Wij zijn met een geheel ander proces bezig. Dus we hebben niets te maken verder in principe met de uitvoering of wat dan ook, met wat er gebeurd is op 8 december 1982. Daar gaan wij niet over. Wij hebben het alleen maar over dat eerlijk proces. Of het recht op een eerlijk proces. Daar kijken wij naar. Ja. En dat is ook de vraag in die beroepsprocedure natuurlijk van die vraag over het eerlijk proces moet worden beantwoord. Maar vooruitlopend op de behandeling of het antwoord op die vraag, vragen we dan, hou het van ons aan, schort het van ons even op.
Hoge, dus dat is ook gevraagd om het vonnis op te schorten. Dat is aan de procureur-generaal gevraagd. En de procureur-generaal heeft geweigerd. En die weigering hebben we dus geantameerd in een bezwaarschrift. Dat is ook terzijde geschoven. En dus nu vragen we naar het Hof. En hoe goed zien die kansen eruit? Of niet eruit? Elke kans bestaat uit 50%. Daarom is het een kristallenbol hebben nu, maar om te zeggen van hoe goed het is. We zijn wel over. Nee, maar kijk, wij kunnen alleen maar praten over de kwaliteit die wij geleverd hebben. En ik denk dat we zeer, zeer, zeer tevreden kunnen zijn wat betreft dus de juridische argumenten, want daar gaat het om. De juridische argumenten die wij hebben voorgelegd aan het Hof. En op grond daarvan zouden we dus wel mogen verwachten dat er een reactie naar tevredenheid komt van ons. Ja. Op de juridische argumenten die zijn opgeworpen. Klopt. Ik heb geen andere verwachting. Dus 20 maart zijn we allemaal hier om het vonnis. In ieder geval, vanaf 9 uur, althans 9 uur begint de zitting, toch? Ja. Is dat dan wel? Nee, het is nog steeds raadkamer. Goed. Ja. Alsjeblieft.